Het was een lange werkdag, of niet? Dat is genoeg. Hey. Tom, help! Edna is in slaap gevallen. Een hi-fi-installatie? Wow, ongelooflijk! Ja, Edna, je was in slaap gevallen. Wie snurkt daar? Dat is beter. Wie heeft de muziek veranderd? Het is een spook. Hij haalt grappen met ons uit. Ben je bang voor spoken, Edna? Heb je een idee, Tom? Ja, stuur de robot erop af. Het is goed, Edna. Je kunt gaan slapen. Edna, het is maar een robot. Dat is genoeg. We moeten uitvinden wie het spook is. Een onzichtbaarheidsstraal? Hoe werkt dat? Dat is ongelooflijk. Je bent bijna onzichtbaar. Nu kunnen wij een grap uithalen. Hebbes! Even kijken wie er onder de dekens verstopt zit. Aha, het was Deen al die tijd. Mysterie opgelost. Nu kun je weer lekker slapen, Edna. Volgens mij is het spook ook moe. Hoi Tom. Jerry, heb je geen wedstrijd? Kun je niet over de hindernissen springen en zou je graag superkrachten willen hebben? Dan ben je op de juiste plek.
Dat lijken gewone wielen. Hebben ze superkrachten? Oh, springwielen! Jerry, ben je er klaar voor? Af! Ga door, Jerry! Ja! Je kunt het! Goed zo! Het is gelukt! Gefeliciteerd, Jerry! Jerry? Kijk uit, Jerry! Straks raak je die auto's! Phew! Dat scheelde weinig. Kijk uit voor de andere auto! Je moet van de weg af, Jerry! Jerry, je moet springen! Phew! Naar de andere kant van de weg, Jerry! Jerry, houd vol! Jerry, houd vol! Met dit pistool kan je pudding schieten. Tom gaat pudding op de grond schieten. Je moet op de pudding springen. Oké, Jerry? Klaar? Nog één keer springen! Het werkt! Volgens mij vindt Jerry het puddingpistool wel leuk. Haha, Jerry! Vervang de pudding met water. 1 april, Jerry! Hoi Tom, ben je lekker aan het vissen? Hoor je dat? Er komt iemand aan. Oh, het is Walter! Hij lijkt ziek. Wat is er, Walter? Volgens mij wilde Walter deze zware dozen tillen voor Karin. Kan je hem helpen, Tom?
Wat is het? Een vergrotingspistool voor Walter. Dat is slim, Tom. Ben je blij, Walter? Laten we hem uitproberen. Daar komen we, Karin. Yay. Wauw, Walter. Jij bent heel sterk. Haha, goed zo, Walter. Nu kun je de dozen makkelijk tillen. Yay. Oh nee, wat doe je, Walter? Kijk uit voor alle snoep. Snel, Tom. Walter gaat richting de tunnel en hij is veel te groot. Weet je nog van het vissen? Tijd om je hengel te gebruiken. Oh nee, Walter is veel te sterk. Oh, dit is niet goed. Nee. De tunnel gaat instorten. Kom op, Tom. Je moet een manier vinden om Walter te bevrijden. Snel! Geen zorgen, Walter. Tom heeft een oplossing. Wat is het, Tom? Is dat niet hetzelfde pistool als vanmorgen? Oh, het is een omkeerpistool. Dat moet wel werken. Houd vol, Walter. Tom gaat je weer terug naar je normale grootte maken. Het is gelukt, Tom. Je hebt gelijk, Tom. Walter moet in zijn eigen tempo groeien. Ben je in orde, Walter? Maak je je zorgen om Karins dozen? Geen zorgen. Tom heeft een idee. Tom, heb je een oplossing gevonden om Walter en Karin te helpen? Voorzichtig, Tom. Je hebt de dozen verkleind in plaats van Walter. Dat is slim, Tom. Goed gedaan allemaal. Hallo, Tom. Ben je ontbijt aan het maken? Kleintje, is er een probleem? Ben je verstoppertje aan het spelen? Maar wil je eigenlijk vliegen? Tom, kan jij helpen?
Kijk uit! Ik hoop dat je in orde bent. Kijk uit! Uh-oh, kauwgom. Dat is een plakkerige situatie. Hij is op kauwgom op het dak geland. Ik hoop dat je bubbel kauwgom aan kan. Heb je hoogtevrees? Maar je vloog net. Rol naar de rand van het gebouw en laat de bubbel zijn werk doen. Kom op, kleintje. Kleine Rocky is na jou. Je hoeft niet bang te zijn. Ziezo, je kunt het. Ik tel tot drie. Dan moet je springen. 1, 2, 3. Wat is er gebeurd? Tom gaat je helpen. Daar is de propeller. Kom op, Bubbel. Ja! Kleintje, wil je nog een keer vliegen? Wil je dat je vriendje meegaat? Daar gaan we!